Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV Minecraft Adventures. Ik heb net een nieuwe server opgestart voor vrienden en deze server is in de stijl van de Mindcrack, ofwel geen health regeneration. Zoals je ziet is mijn hunger vol, ik heb 2 hartjes over en dat gaat nooit omhoog tenzij je golden apples of potions gebruikt. Oh, bovendien houden we bij wie er doodgaat. Lolzart en Cookie zijn momenteel al een keer doodgegaan, helaas. Ze zullen voortleven in ons hart. En ik ben hier dus met een paar vrienden. En op dit moment doen we het op deze manier. We gaan gewoon kijken hoe ver we kunnen komen met z'n allen. Ik heb hier in de chat heb ik bij me Thomas. Hallo. En Brent. Yep. En we gaan er een avontuur van maken. Jongens, ik heb wat voedsel voor de liefhebbers. Ik heb een paar kippen bij me. Ik heb pork chops, kip, zombieflesh en steak. Nou, offer ik mij wel op voor het zombieflesh. Wie wil er graag een steak? Ik heb zelf nog steak. Cookie, kijk eens, steaks. Ik krijg 3 steaks. Lolzart, kijk eens, 3 pork chops. Dan hou ik zelf een klein beetje kip. En Brent, wat heb jij nog? Ik heb momenteel levende kippen bij me. Oké. Ik heb 2 bones en dus wat bone meal. Ik ga die carrot eventjes speed growen. Want ik kreeg net een carrot van een zombie. Nu heb ik er al 3. Het schiet mooi op. En hop. Nou, dit groeit wel. Als je een paar van die carrots opzij wil houden voor straks, want sorry? Als je een carrot of zo of... Ah, kom op, Cap, meekomen. Ja, ik ga sowieso een carrot eventjes ergens in een kist doen, voor het geval dat we ze per ongeluk allemaal opeten. Je weet maar nooit. Ja, best. Ik maak ook even een schep, ik ga hier buiten eventjes wat doen. Hier komen Cap. Eventjes ons farminggebied wat uitbreiden en een hacker omheen doen, zou ook wel heel handig zijn. Oh, diamonds. Diamonds nu al? Nice. Oh, jullie zijn goed bezig daar beneden. Ik ben in mijn eentje. Oh, je bent helemaal in je eentje. Dat is ook zielig. Ik zou zeggen, diamond pickaxe maken. Diamond pickaxe is een van de eerste dingen die we nodig hebben. Vanwege de nether. Ja, en enchanting tables en zulke dingen. Ja, ook. Maar de nether is een vereiste, want ja, als je niet regent, moet je dus inderdaad potions gaan gebruiken. Waarmee lok je nu weer schapen? Schaap is gewoon wheat als het goed is. Wheat dacht ik. Ja. Dus ik heb nog wat science, ik heb nog wat rotten vlees. Ik heb nog kip voor iemand, liefhebber. Ja, check, ik heb honger. Je hebt honger? Waar ben je? Ja, ik heb al wat hier net buiten met een paar kippen achter me aan. Net buiten met een paar kippen. Oh, je hebt seeds? Yep. Oh, nice. Ik zal straks eventjes een hekje maken, maar hou eens even bezig. Yep. Ik denk dat ik die diamonds het best gewoon terug kan brengen. Ja, doe dat. Diamonds terugbrengen is inderdaad... Hier blijven. Sticks. Ik heb heel wat sticks. Ik maak even wat hekken. En... een minimaal bril. Fence gate. Zodat de kippen niet kunnen ontsnappen. Zo. Ik kan hier op het zand wel niet. Dat is... gewoon lekker dichtbij. We moeten dit hele strand moeten we straks ook even gaan verlichten met z'n allen. Ja, dat is een beetje zo, kom maar kippies. Kom op, kippen. Waar ga je niet mee? Oh, man. Brent, onze dierenvriend. Ja, dat zijn er 2 en er is natuurlijk weer 1 die achterblijft. Natuurlijk ben je bevriend met dieren als je ze kan opeten en je hebt er wat aan. Ja, natuurlijk. Ik zet hier overal even wat torches neer, zodat de boel wat beter verlicht is. Kom op. Ik zie daar Daniel, die is druk bezig met seeds verzamelen, als ik me niet vergis, en met hout. En we hebben 4 kippen. 4 kippen, nice. Hoeveel healen die golden apples? Golden apples hebben regen voor 4 seconden en dan krijg je 2 hartjes van. Ja, die hartjes, blijven die of zijn die tijdelijk? Nee, dat zijn blijvende hartjes. Oké, zo. Hebben wij iron? Ja, ik heb 3 iron. Oké. Okay. Daniel vraagt om shears. Hier is nog 2 iron. Waar moet je...
Ik smelt wel even de iron op. Jongens, het wordt donker. Het wordt donker. Waar moeten de oars in? Doe maar in... ik maak wel eventjes een nieuwe kist voor oars en smelting. Oké, ik heb even de sugar cane beetje... Sketomg. Nee, smelting. Done. Oké. Ik ben even wat sugar cane aan het herplanten, zodat... Nice. Sneller boeken kunnen krijgen later. Ja, is goed. Als iemand de deur open doet, doe hem ook weer dicht, alsjeblieft, anders gaan we dood. Oh, ik maak wel even een fence gate trouwens, dat is handiger. Verkeerd om. Of niet? Oh nee, zo moet hij. Ik snap het al niet. Yes. Fence gate en fences. Kijk, ik doe het even zo. Komt hij alleen even binnen als het goed is? Nee, nog niet echt. Wacht. Zullen we nog een beetje eten? Er is wel eten als het goed is. Oh, dankjewel. Oh. Ik ging weer. Hoi. Hoi. Oké, even zien. Oh, fencegate kan niet omdat er niks onder zit. Dan moet je eerst iets eronder zetten. En dan kan het wel en dan dat weghalen. Oké. Okay. Skeletons kunnen hier nog wel enigszins doorheen. Schieten. Nou, weet ik niet trouwens. Ja. Oh. Nice. Oké, dan kan dit gewoon dicht gegooid worden zo. Hoppa. Mooi, zo'n tijdelijke basis. Dat, Jimmy, je hebt een pork chop omhoog gepakt. Oh, sorry. Kun je hem terug? Ja, ga. Dan moet ik minen. Zo, smelting. Ik zal hier de charcoal ook even in doen. Oh shit, iemand keek naar een Enderman. Ik hoor niks hoor. Ik hoor het wel. Dan ben jij diegene die keek. Of wacht, mijn Minecraft geluid staat waarschijnlijk uit. Nee, 25. Oh, ik zie hem ook. Hallo vriend. Sorry. Oké, we hebben een bed. Oké, kunnen we allemaal onze spawn zetten? Oh, als hij hierin teleporteert hebben we wel een probleem trouwens. Eigenlijk wel. Oh man, dat geluid. Jeez. Kaarsje boven je bed? You may not rest now, there are monsters nearby. Ja, die Enderman staat op ons dak. ik hoor echt geen Enderman. Oh, ik hoor hem heel goed. Misschien is het gewoon omdat Skype op staat. Hallo, Mr. Zombie Man. Waarschijnlijk omdat Skype een ander geluid kent. Oh, oh, oh. En dan gaat Cookie weer. Daar gaat Cookie. Hey, twee keer is scheepsrecht, toch? Of is het drie keer? Drie keer is scheepsrecht. hij moet nog terugkeren naar de basis. En dan in de nacht. Oh shit! Shit! Oh crap. Ja, hij is dood. En de man was binnen. Ja, ik heb hem goed gedaan. We hebben een enderpul. Ah, man. Ik vind dat ik het nog best wel lang volhoud met twee hartjes. Er zijn nog volgens mij twee elementen bij onze basis, hè? Sorry, ik versta je heel slecht. Nee, er is niets meer bij onze basis. Ik kan spawnen. Ik kan in de bed. Oh. Creepers, zombies. Ik neem even de spullen. Okay, let me in. Oh, pof. Get the fuck out! Nee! Oh nee, de muur! Nee. Oh, dit is een ramp. Het is een ramp. Oh man. Oké, herstel. Blocks, cobblestone, hier. Het is een ramp, jongens. Ja, dat wel. Nou, we hebben nu in elk geval wel een soort van gracht voor onze basis. Ja. Stay positive. Oh, we'll repair it in the morning. Ik hoor een cave. Zal ik de cave... Oh, ik zie een cave. Zal ik de cave ingaan? Of... Nee. Anders kunnen beesten ook in onze basis terug. Ah oh man, oké, even dat terugpakken. Sword, axe, pickaxe, check. Dit mocht weg. Waar is de basis? Oost, hè? Ja, oost. Oké, nu is enkel Thomas die nog geen dit heeft. Ja.
Thomas is... Ik zit wel nog op het randje. Ja, ik zat niet op het randje. Het was een creeper en één blast en dood. Dat is opletten voor de creepers. Thomas is de... Ja, eigenlijk de reïncarnatie van een bijna doodervaring. Ja. Oké, tools. Let's get tooled up. Hey, jammer, ik wou zo graag een 0-death record houden. Maar... Ja, ik ook. Helaas. Zo, een zwaard. Om de 10 niet lang meer. 4 torches. Gelukkig even mee. Ik weet niet of we op dit moment echt wat hebben aan redstone. Altijd. Ben er later. Dan al niet voor heel veel experience, dan wel voor iets anders. Dus Ja. Oké. Dit is echt... Hier moeten we zodra het licht wordt iets aan gaan doen, mensen. Eventjes iets... een oplossing. Oh, shit. Oh, je meent hem. Je meent het. Okay. Die mensen die willen kunnen hun spawn even zetten. Ja, inderdaad. Ik zal eventjes slapen. Zo. Dit is trouwens een hele goede simulatie van mijn normale nachtrust. 2 minuten liggen en dan van... Nee, ik ga niet slapen. Ja, bij mij is het eerder omgekeerd. 2 minuten op zijn en dan plots aan van... Ik kan nog een stukje doen. En in slaap vallen. Juist. Totdat het nacht wordt. Dan is het wel van... slaap, hoe niet sleep. Ja, precies. Oké. Torches, heel veel torches. Ik ga de hele omgeving in de fik zetten. Bam. Dat wordt wel redelijk moeilijk zonder wood. Ik ga wel echt mooi nemen. Ik heb heel veel sticks. Oké, ideaal. Oké. Ja, kijk, het is hier ook gewoon echt vlak voor de cave. Is het gewoon bijzonder rustig, zeg maar. Goed, we moeten straks gewoon eventjes een mooie houten muur maken hier en een deur erin, et cetera. Het gat opvullen. Oh, ja, skeleton. Oh, wegwezen. Ja, oké. Ja, daar staat hij. En hij zit nu recht in het gat hier beneden. Mooi. Oh, crap. Hallo. Oh. Je hebt een pijl in je gezicht, Brent. Dat niet. It's just as goed match. Boven. Wie moest er mushrooms hebben? Mushrooms van alle kleuren zijn welkom. Ik heb 3 of 4 rode nou. Het zijn vooral bruin dat we nodig hebben. Ja, bruin hebben we meer nodig, ja. By the way, waar zijn de mushrooms? Hier, in nature oh, and food. Ik heb altijd problemen met rode. Bruine kunnen we vinden in swamps, denk ik. Nog een iron ingot hier. Ik heb hier nog wat iron. Nou, wat een avontuur tot nu toe. Ja. Space and goal. First dead. Bijna iedereen heeft al eerste dead, oké. Ja, we moeten echt voorzichtiger zijn met z'n allen, want dit wordt een heel naar avontuur op deze manier. Hier hebben we een muur maken. Een hele prachtige supermuur. Met een deur erin, zoals het behoort. Oh, wat een skeleton! Ah! Het is echt verraden, man. Ja, die skeletons die zijn nasty. Skeletons en zombies. Trouwens, voor de kijkers die het nog niet weten, ik ken een leuk trucje met een deur. Als je die zo neerzet en hem dan dicht doet, dan zien zombies dit als een open deur en proberen ze hem niet te breken. Ja, skeletons kunnen dan wel doorschieten of niet? Nee, dat is verholpen. Ah, okay. Oh, nice. Ik kom weer 5 updates achter. Niks nieuws dus. Nee. Hey, ik kon je niet op te plaatsen. Terug de mine in. Wat zei je? Terug de mine in. Ik heb een varkenhof hier bij me. Nice. Ik zal weer eventjes een hek maken, fatsoenlijk. Er zijn nog sticks hier, mooi. Sticks and stones may break my bones, but I want them to hold me pigs. Weet je wat, maak er maar 5 varkens van. Oh, nice. 6 varkens. Super brand. We hebben een houthakker nodig. Vrijwilligers? Yo. I'm the pig master. Follow me, my slaves.
Varkens ja, zijn als het goed is te breed voor één. Ja, dat klopt. Voor één fence gate. Nog een fence gate maken. Goed zo, Daniel. Je bent geweldig. Maar dat wist je al. Oud nieuws. dan heb ik niet eens meer genoeg hout voor. Als je gewoon een opening maakt en zodat ik ze erin kan krijgen en dan achter me dicht doet, is het ook goed hoor. Mm-hmm. Als je gewoon dit hier dicht maakt. Ja, ik doe hier wel gewoon een fence gate zodat je er zelf in kan en dit hier zo. Jij bent het eerste slachtoffer, ik heb honger. Oh. Ja, die leest wel hard hoor. Kijk, nu blijven ze sowieso wel binnen, dus dat is wel goed. Carrots, ja, dat zou ik uitbreiden. Farm. Man, wat zal ik veel moeten knippen in deze aflevering. Het is natuurlijk heel veel gewoon simpel Minecraft. En simpel Minecraft is niet leuk om te zien natuurlijk. Nee. De ultra hardcore maakt het wel interessant. Ja, dat zeker. Ja. Ik zit weer al op 4 hartjes. Crap. Mag ik even een iron gooien? Een wat? Iron. Oké, doe maar. Zo, carrots. Ons leefgebied een beetje uitbreiden hier. Weer redstone. Oh, redstone is awesome. Ja, kijk jij nooit Creamy TV tutorials of zo? Ja, maar daar heb ik nog steeds te veel. Hier, Creamy, plant dat ook. Ja, plant maar gewoon. Als je seeds hebt of wat je ook maar hebt, plant maar gewoon in dit. Daar gaat mijn schep. Plant maar gewoon alles. Ik zal niet heel vlug even de omgeving bekijken. Sure, doe maar, het is toch dag. Onze boot gaan is minder erg overdag. Hij is er nog steeds, maar het is minder erg. Oppervlakte kool gevonden. Nice. Ik ben vooral aan het kijken of we misschien een village in de buurt hebben, of een tempel. Mm-hmm. Ja, het is forest en dan heb je geen van beide. Ah, dat is een forest biome. Ja, het is allemaal forest. Ik zit hier in een beach, maar hoe? Oh, beach heb je al helemaal niks qua structures. Nee. Het is goed trouwens dat je de sugarcane niet al te dicht bij het huis plant. De sugar canes is de perfecte verstopomgeving voor een creeper. Yep. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat ik een creeper tegenkwam in een sugar cane farm. En dat ik dan dacht van, oh shit, het is nu te laat. Ik heb het ook vaak genoeg gehad. Hey, kippetjes. Eieren. Nee. Kom maar op. Niks in de buurt. Geen geluk met mijn ei. Jammer. Ja. Zo, dit groeit mooi. Dit is goed bezig. Ik ga nog even wat meer torches plaatsen. Ik heb er een zat. Dus, dit is ook weer heel interessant om te zien voor al mijn kijkers. Hoe ik rondren en torches plaats. En zombies kunnen je nu ook echt van mijlen ver zien. Dus dat is echt... Daarom is de cave onder onze basis niet zo handig. Nee, want ze... Ze zien je dus vanaf bedrock layer en dan gaan ze gewoon pathfinder de trap omhoog. Maar ja, we overleven het wel, want we zijn geweldig awesome met z'n allen. Al is iedereen al dood gegaan behalve Thomas. Ja. Puur geluk. Thomas die doet het gewoon slim. Die gaat niet meteen rushen. Die gaat niet meteen dingen doen die je in normaal Minecraft wel doet. Die denkt ook gewoon van, nou ja, ik kan doodgaan, dus doe maar niet. Thomas, toch nog. Ik dacht, ik ga vriendelijk zijn, ik ga Creamy helpen. Ja. Ik moet het al wel toegeven. Crap. Degene die... Ik zat even een haaknail bij de ingang naar de mijn. Sorry? Ik zat even een haaknail bij de ingang naar de mijn. Ja, ik denk dat dat wel handig is, ja, om dat te doen. Jongens, ik weet niet wat ik achter me aan heb, maar er was een lighting glitch onder een boom waar ik onderliep. En... ja. Not good. Oké. Okay. Nasty. Ja, het is hem niet gevolgd wat er onder zat. Oh, weer diamonds. Oh, goed bezig, vrienden. Nice. Joink. Mooi, man.
leven, dat is één groot feest. Nee, dat staat niet. Oké. Okay. Mooi, we hebben dus een kleine farm gaande. Er moet wat licht op de farm. Ik heb nog geen iron gevonden, maar wel diamonds. Oh, ik zet in een desert biome vlakbij de basis. Oh, nice. Even zien of ik misschien geluk heb met hier een desert village of temple te vinden. Mm-hmm. Oké, okay, Daniel is goed bezig, zie ik, met het hout. Ik zie daar in de verte, inderdaad, desert, heel veel cactus en zo. Hé, wat is de overeenkomst tussen de woestijn en jouw billen? Wil ik het weten? Cactussen. Jezus. Dat is echt heel fout. Oké. Dus. Andere onderwerp. Welkom op Creamy TV. Nee, skeleton met leather armor. Skeletons, dat zijn we toch een bitches bij elkaar, echt waar. En het ergste van alles, dat is nog het hoogste niveau dat hij bereikt. Wauw. Oké, okay, keer terug. Nou wordt het persoonlijk, hè. Ja, het is schemering, jongens. Naar binnen. Iedereen die niet binnen is, wordt buiten gesloten. Krap, en ik ben het verder af. Ah! Rada! Nou, het is aardig verlicht hier. Ik kan niet zeggen dat het alles zal tegenhouden, maar toch het meeste. Je hebt toch ook de berg achter de basis. Skeletons doen. Oh ja, de heuvel is inderdaad wel fijn om goed te verlichten, ja. Ik heb de heuvel al een stuk gelegd. Ik ga er nog wel eventjes een vlug rondje omheen. Ah, shit. Want dan krijg je zo, je komt uit de basis, zet er een skeleton of een creeper van op de berg. Oh ja, maar dat zal sowieso wel gebeuren, hoor. Dus we moeten echt een soort van overkapping gaan maken. Yep. Nou, ik ben in ieder geval flink bezig met torches hier in de omgeving. Dit moet toch spawn worden, dus het moet enigszins veilig met z'n allen. Ik denk sowieso dat als we een beetje gesetteld zijn en we gaan een soort van gebouw van spawn maken, dat we dan heel veel, toch wel heel veel half-slijps moeten gaan gebruiken en heel veel goede verlichting. Yep. En carpets. Sorry? I will protect you. Carpets. Ah ja, carpets. Carpets. Tellen die als unspawnable? Volgens mij wel. Ja, het is geen volledig blok. Zo'n blok, maar ook een niet. Ja, het is geen volledig blok. En normaal gezien, als het blok niet volledig is, dus... Ja. Het is sorry. Unspawnable. Kreem, let op. Zombie naar je! Ah, man. Taking one for the team. Nee, ik heb 2 hartjes nog. Oké. Okay. Daar is weer een zombie. Zombie villager. Oh, come on. Dan ga ik geen gouden appels aan verspillen. Okay. Hoppa, wegwezen hier. We gaan er binnen. Het is hier licht genoeg. Ah, oh, shit, half hartje. Ik heb pijlen. Oh nee, Thomas. Nee. Don't die. Oké, we hebben bedden. We kunnen kunnen wel bijna de nacht skippen. Yes. Ik heb de skeleton dood. Oh, we hebben allemaal bedden. Nice. Nee. Oh, Thomas. En toch ging iedereen dood. You will live on in our memory. Ik had net zoveel moeite gedaan om een skeleton met leather armor. Spijt me, Thomas. Wow. Je zult voortleven in onze gedachten. Als de sterkste overlever van de... Want ik bedoel, laten we eerlijk zijn, Thomas hield het langst vol. Ja, dat is waar. Wacht voor jongens, even. Video bewijzen. Oké, guys, slapen. Ik claim deze aan de muur. Oh, ik wil claim deze. Bank. lekker, de nacht overslaan. Ja, echt wel. Iedereen was eerst van Thomas had als eerste dood. Ja, inderdaad. Kom maar achter naar de... Karma, karma's een beetje. Thomas Boontje komt om zijn loontje. Kijk, nog wel uit. Dat kan ook. Bedden. Er zijn bedden voor iedereen, die kan ook gewoon terugkeren. Ja. Nee, dat. Of luisteren voor je iets deed, dat ging ook. Er staat een zombie voor de deur. Nou, ja, wij kopen niet aan de deur. Dat, Meneer! Meneer! Dat Sorry, maar wij
Oké, aan de kant. Anders dan doen we friendly damage. Dat doen we niet. Ik was aan de zijkant voor de val even binnen gaan. Kom, niet aan de deur. Niet let. Hoppa. Slaven, ja. Ik kijk echt heel raar bij Daniel naar beneden. Cool. Oké. Okay. Wie ligt er niet in bed? Cookie en Thomas niet. Ja, ik had net uitgeroepen. Ik vind het best creepy. Je slaapt ook met een zwaard in je handen. Dat vind ik best creepy. Ik heb 4 gold. Nobody feels safe. Iedereen slaapt met zijn zwaard in zijn handen. Als Cookie nou ook even uitlocht voor 2 tellen. Cookie. Bam, het is weer dag. Inloggen jongens. En we zijn weer terug. Ja, even kijken hoe veilig alles hier is. Oh crap. Baby zombie! Oh shit. Baby zombies zijn nasty. Ja, wel, zeker aan de speed. Ja. Zombies on crack. Ja. Oké, ik heb nog 1 steak en daar moet ik het mee doen voor nu. Ik heb gelukkig volle honger, dus. Ik had ook maar 2 honger dingetjes. Oké. Anderhalf nog. Dat zijn ze inderdaad, ja. De zee aan de spent komt met de irritante potion. Zijn baby zombies echt wel het gevaarlijkste. Baby skeletons. Als dat zover is, dan stop ik met Minecraft. Baby skeletons, fuck you, I'm going home. En ik denk dat ik dan gewoon een ring van vuur op een basis maak en er gewoon niet meer uitkom. Ja, precies. Ai, ai, ai. Oké, hier is dus nog heel veel strand en een Enderman die boos is. Oh, ja, baby creeper. Dan met die snelheid. Als je een baby villager neemt, kan die dan ook opgroeien? Ja, een baby villager met een name tag kan volgroeien, ja. Met en houdt hij dan zijn naam? Of? Ja, die houdt zijn naam. Als het goed is wel. Zij ze dat aangepast hebben, normaal gezien houdt hij zijn naam. En jongens, ga niet elke mop Dinderboom noemen. Ja, we hebben food in de food chest. De nature and food chest. En ga niet elke mop Dinderboom noemen. We hebben nog wat zombie flesh. Wat, als je toch bijna doodgaat, is het beter dan niks. En apples. Maar die apples kunnen we liever bewaren voor als we gold vinden. Voor degenen die echt heel slecht eraan toe zijn. Ja. Voor mij is het te laat. Ja. Ja, voor iedereen een beetje, maar goed. Ik zag naar het gold liggen, maar dat werd bewaakt door 2 creepers en zo. Ja, dan is het niet verstandig om erop af te gaan, nee. Seeds heb ik nodig voor onze kippies. Waar hebben we seeds? Oh, nog meer gold. Hier in de phone. Oh, heeft iemand een apple nodig? Nee, niet echt. Nee, ik heb nog 8 hartjes, daar red ik het wel even een tijdje mee. Oh shit. Ik heb 2 hartjes, maar redelijk safe. Nou, 2 hartjes, dan ben jij degene die het meest nodig heeft. Misschien. Nee, ik heb nog een half hart. Hebben we nu al een diamond block? Wat de hel? Loshart heeft minder hartjes en Cookie heeft ook minder hartjes. Ik heb een half hartje. Die heeft hem nodig, Cookie. Ja, maar ik weet ook niet van, kijk, als je een half hartje hebt, dan is er ook weer de kans dat je zo snel weer doodgaat. Ja, het is in principe een verspilling, maar kijk, je wil je death counter zo laag mogelijk houden. Kijk, normaal gesproken inderdaad in gewoon vanilla zou ik zeggen van, dit is ook gewoon vanilla. Maar dan zou ik zeggen van, weet je wat, spullen in een kist, even doodgaan, klaar. Ja, ik heb alles. Maar... Hier is het echt... Je hebt een reputatie die je moet bewaken en die staat naast je naam op tap. Die moet je zo laag mogelijk houden. Ja, momenteel Cookie, ben je niet goed bezig. Doe alsjeblieft iets zoals Adlington en een week naar 100. Ja. Maar goed, dit is dus het begin van deze nieuwe serie. We gaan hier uiteraard met z'n allen mee verder. Misschien niet altijd allemaal tegelijk, misschien soms ik alleen. Dat zien we dan wel. Maar in ieder geval wil ik voor nu de mensen bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer bij Krimi TV.